Rafa numa hora que quer. Dus dinsdagmorgen, zit in Frankrijk bij het team. Richting Bordeaux. Zondag gaan vertrokken naar Antwerpen. Maandagmorgen een container opgezet. Ja, dan ben ik onderweg naar Spanje. Ja, morgen, woensdagmorgen, om 8 uur lossen. In Ribarroja, Ventura. Ventura. Bij Valencia. Ja, dan moet ik toch op tijd wezen, want er staat een kraan op mij te wachten. En wat lospersoneel. Hè. Ik heb in ieder geval een machine bij mij. Ja, donderdag is een feestdag in Frankrijk. Mag je niet rijden, hemelvaartsdag. Dus dan sta ik een dagje stil ergens in Spanje, maar eens kijken naar het strand. Ja, en 10 beste kijkers. Het ligt tussen Poitiers en Bordeaux. Het loopt een beetje parallel aan de snelweg. Het is flink wordt er. Het is tolvrij. Kijk, de bedoeling is dat ik nou helemaal tolvrij naar Valencia rijd. Normaal zou je denken over La Jonquera. Dit stukje dat schijnt er aardig te schelen. Ik heb het nog niet eerder gereden, het is allemaal binnendoor. Dus we laten ons maar eens verrassen, hè. We weer de A10 op. Richting Bordeaux. Ja, kijk eens, daar hebben we een leuk stukje afgestreven. En tolvrij. Ja, eens kijken of dit een beetje wil lopen, hè. Langs Bordeaux komen. Zonder al te veel file. Nou, dan moet er maar niet klaar. Wat te doen is nu. Ja, dat gaat even duren. Beetje onthaald. Ik kan nog samenvoegen hier.
Franse, wat gaat Bordeaux? Viel dat dan mee? Misschien een kwartiertje vertraging. Valt Russen mee in de spits? Pijntje van Bordeaux naar de grens. Ja, kijk eens. Loop lekker. Kijk, rechts Kasteeds staat hem aangegeven. Een koeien letters. Straks op de linkerkant. Menig kannetje wijn gedronken. Ja. Kijk naar Link City. Vreselijk wat parkeerterrein erbij. Ja, dan kun je wel goed eten. Ja, vandaag niet, hè, kijk eens. Ja, een zondagavond een stuk had kunnen rijden, maar lekker vanavond is daar ook. Of gisteravond. Maar helaas, de container is pas maanden van de boot gekomen. Doe maar. Ja, kijk eens. Een 40 voeten. Hebben we erachter hangen. Ja, het is wat anders. Kijk, we staan net even pauze te maken bij Bayonne. Dat is hier net een beetje boven, richting Bordeaux. Plan is hier bij Jeroen de grens over. Binnendoor rond het 21 op naar Pamplona. A12 naar Logroñé, dan de Soria, Calatayud, daar ga ik tanken en dan zakken we zo af richting Montreal de Campo, Teruel naar Valencia. Oh, hier zat, moet ik wel even in beeld houden. Ja, het schijnt aardig korter of goedkoper te zijn. Zo kan het ook, La Junquera. Helemaal langs de kust. Zulke leuk. We zijn allemaal tol. Dit stuk is tolvrij. Beneden, kijk eens. Dan plezier. Ik zal voorop wel zo'n witte kenteken plaatsvinden, denk ik.
gelijk af. Ik wou hier maar eens binnen door. Kijk of we die zo even een rondje kunnen zetten, als dat wil.
dat zal het niet zijn. Tijd zijn s'avonds. Een keer een valt niet mee, dan doe ik er ook weer heen. Dat is wel handig. Dat is goed toe vandaag. Ja, kijk eens. Gaat het weer even omhoog, hè? Dan word ik op een rondje gezet. Kunnen komen, dat gaat nog wel lukken, denk ik. Ze rijden in het dorp hier. Ik ben nu 12 euro. Ja. Kan maar goedkoop hier.
kijkers. Er zijn ergere dingen. Dan heb je een patroon, hè? Je rust op de bocht. De machine zal de lader vasthouden, maar... maar een beetje met beleid. Ja, dus een rondweg. Dat duurt even. Gelijk even stijl omhoog. Maar je ziet het. Er heeft deze Scania geen moeite mee.
Santiago de Compostela. Precies, dat was lopen. Dan gaan we hier langs Burgos. Dan gaan we naar het noordwesten van Spanje. De een op de fiets, de andere loopt. Ik vind het knap. Ja, en er stond ook net op de bord wel. Dan hebben ze hier vandaan nog 740 kilometer te gaan, hè? Het is wat. Ik zal dus ook met me onderweg, want we zien vast al wat mensen lopen. Die heeft dit ook gedaan. Ik ken er nog een, Richard Beerts, die heeft ook de fiets gedaan. Ik vind het een topprestatie. Kijk, het is toch een mooie snelweg, mensen, hè? En die kost niks. Ja, het is mooi. Daar staat hij, de pony. Ja, ik moest even langs de vuilnisbak kijken. Ik zag er een staan en ik denk, kijk, even een rommel opruimen. Zo, de keerplaatsje van niks. Ik even de boel een beetje opruimen. Staat weer op 85. De retarder op 88. Ja, dan hoef ik alleen maar het stuur vast te houden. Ja, schakelt die automatisch, remt automatisch. Geeft gas als het moet, zoals nu. Schakelt die automatisch terug, voor de mensen die dat niet weten hoe het werkt. Ik hoef het alleen met stuur vast te houden, mensen. Ja, kijk eens. Ik moest er even af. Er is een ongelukje gebeurd. Dus
dan rijden we de oude route, de oude weg. Ja, ik heb de camera al te laat en ik zag er net al een ook volk lopen. Hè? Ja, dit is wel eventjes net zo leuk. Het is gewoon parallel om de snelweg, dus. Veel uit. Dwars door Le Grenier. Best. Kijk. Sorry, ja. Hier, kijk eens.
het zegt ermee af. Als ze willen. Filmpje worden mensen, maar dit is zo mooi, dat wil ik u niet onthouden. Hier is wat gebeurd. Houthakken geweest. Van onderweg naartoe.
ja, het is toch al een parcours. Kijk eens. Ja, er zat de hele tijd zo'n autootje achter mij te sukkelen. Ik denk, ik zal hem eens voorbij laten. Dat schiet niet op natuurlijk. Echt dus een vrachtauto zit. Wat krijgen we hier? Trouwens, concentratie omdat die accident is. Oké. Qua tol schijnt het flink goedkoper te zijn dan hier langs de tijd. Schijnt aardig geld te schelen. Gaat er niet meer tijd in zitten. Maar dat geeft niet. Ik heb het prima naar mijn zin.
maar even laten komen. Zo goed met z'n tweeën. Kijken! Ja. Ja. Het is fraai. Dus even buiten filmen, kijk eens. Net vakantie ook, hè. Kijk, daar komen we weg. Kijk, dit is de andere kant van het verhaal. Dat is de Harry. De pony. Zo, kijk eens. Mooie plekje, maar er is even pauze gemaakt. Ja, dat was wel even de moeite waard, hè? Meer dat strekt zich er erg uit. De lengte, het is niet breed. Spanje heeft ook een probleem met water.
En het zuidelijke grond is het eigenlijk moeilijker. Zakken. Ik wil eigenlijk weer zo'n beetje zuinig rijden. Het is 18 graden, mensen. Vlakte. Verander snel hier. Schaapjes.
dorp. Burgemeester en wethouder. Ja. Dat is hier niks te breed. Kommetjes. Café is ook wat te doen. Maak mensen een keer het raampje op, hè. Zo, kijk eens. Even getankt. Ik kan hier wel blijven staan, hier zelf. Ja. Het restaurant is dicht. Ja, daar ben ik weer. Kleine stukje. Dan gaan we er dan weer af, hè. Beetje kloot, hè. Ik kan eigenlijk maar een kwartier rijden. Eten moeten hebben, kijk eens. Gisteren ging ik toch nog niet goed. Ook al over de rijtijd heen. Ja, gaat echt goed. Thank you.
understand. Yeah. Yeah. Lastig. Het zit niet altijd mee, mensen. Staan. Ik vind het mooi zo. We gaan eten. Dat zet ik hem overheen. Ja, een kwartiertje. Het is jammer. Het is niet anders. Daar staat hij, kijk eens. En dan gaan we eten. Met een lekker biertje erbij. We gaan hier wel zin in. Goedemorgen, kijkers. Het is woensdag. 5:30. Ik ben om 4:30 gestart. Ik moet toch zien dat ik op tijd dat ik bij Valencia ben. Er staat een ijskraantje op mij te wachten. Dat we zijn er vroeg bij. We zitten op de A23 richting Terreul. En dan door naar Valencia. Het gas erop. We zullen het beleven straks. Kijk eens, ik ben Valencia. De
wordt het gelijk aardig druk. Nou, we zitten nog vlak in de buurt. Die industrietrein hier rechts ergens, dan moet het wezen. Ribarroja de Turia. Nou. Ja. Nou, maar eens kijken. Nou, eens even kijken. Ja, kijk eens, daar zijn we dan. Peter Wisgraf is er ook. Ligt te slapen. Half acht bij de klant. En geen mensen zien. Ja, keurig aangemeld, hè. Geen mechaniciëns, geen kraan, helemaal niks. Zou mij benieuwen. We zijn er. We trekken ze er straks uit. Kijk, dan ga ik de terrein los. Tot zeiltje over het dak. Misschien is het eruit. En daar is het dan een chaos. Die moet dan leeg en weer opgebouwd worden. Kijk eens, we zijn leeg. 12:15 reed er weer weg, hè.
Ja. Nou, op naar Antwerpen. Morgen is rijverbod in Frankrijk. Dus we moeten maar eens zien hoe ver we komen. Kijk eens, dan heb je uitzicht. Ja, kijk eens. Ik heb weer genoeg autobaan gezien, hè. Af. We komen weer langs de Darak, Daruka. Daar heb ik vannacht gestaan. Ik had een watje. Gaan we dat mooie traject maar weer volgen, wat we al eerder gedaan hebben. Ja, je moet er ook een beetje van genieten. Zo, daar gaat hij weer. Ja, dat is weer leuker, hè? Kijk eens.
de Roca. Ik ben vanmorgen vertrokken. Nagaan. Vanmorgen vind ik de zon erin. Kijk, het is mooi. Dat ik hier in het donker achter Spanjaard dan. Die wist goed de weg. Ging maar zo uit. En dan ben ik leeg, doe ik er net zo lang over. Links zit de kroeg. Waar ik vannacht gestaan heb en gisteravond gegeten heb. Was wel goed, het was rustig, maar. Om in elk geval wat te eten. Lekker vissoepje. Maaltjes en alles er wat erin. Kipfilet, patatjes, biertjes. Ja, 4 bier. Met 13,5 euro. De graadjes. Doe maar. Kijk eens. 7 graadje voor jezelf.
Ja, kijk eens, ik heb ook besloten dat ik blijf staan. Ik ga even een rondje voorbij en kijk hoe het gaat. Ik wou eerst nog verder, maar ja, ik heb vergeten dat ik al vanmorgen om 4:30 was begonnen. Ja. Dus. Ik moet even een goed café opzoeken. Donderdag, nee, vrijdag weer rijden. Donderdag is hemelvaart, vrijdag rijden, zaterdag rijden. En dan zie ik het wel. Ja, mensen, het is geweldig hoor. En je zo'n land rond mag rijden voor je werk. Helemaal slingen mensen. Doe klein dan. Hier even kalmen. Ik ging me net nog een machineauto over. Ik heb mijn meelaten al. Ja, wat kom. Die vent hier weer als een macht uit. Bij jou. Ga maar. Kijk, is dit leuk of is dit niet leuk? Ik ben bang dat het een hele lange film wordt. Kijk eens, wat een hele zit voor jullie. Een keer een pauze zetten. Zonder nog zulke stukjes eruit te halen. Checkie te Kijk eens. En toen zag ik opeens dat jullie tegen een dode vlieger zaten te kijken. Ofwel het restant ervan. Dus die heb ik maar eens even voor jullie verwijderd. Heb je weer een beetje zicht, hè?
allebei restaurantjes, maar die kun je niet parkeren. Dat is alleen voor de personenauto's. Ja, dat is jammer, hè? Dat is weer jammer. Zo, kijk eens. Toch nog wat gevonden. Ja. Weer wat over de uren heen. Het is niet anders. We moeten toch eten, hè? Ik sta hier een dag, ik wil een mooi uitzicht hebben. Hoppata. Ach ja, het is niet anders. Ja, kijk eens. Hier ben ik gestrand. Het is hemelvaartsdag, hè. Uitzicht. Daarachter dat ligt nog een racecircuit. Maar ja, niks te doen vandaag. Zal ik daar even gaan kijken. Ja. En je ziet het wel in de grill. Ik heb er nog een paar doodgereden. Ja, wat doe je dan zo'n dag, hè? Nou, niet veel, kijk eens. Beetje mijn huiswerk doen. Altijd de statie een beetje bijhouden. Beetje uitslapen. Bakje koffie drinken. Hapje eten tussendoor. Binnen het restaurant. Beetje internetten daar. Ze hebben hier wifi. Ja, misschien de dag een beetje door te komen. Kun je niet altijd uitrekenen. In principe kan ik zaterdag nog thuis komen. Ja, dan moet bij een andere opdrachtgever de firma Hooyer nog een ritje voor me hebben. Dat die nog iets voor me hebben in Antwerpen. Dan lukt het nog. Ja, lukt het niet. Dan wordt het een weekendje in Lokeren, in België. Moet ik daar maar blijven staan. We zien het wel. Morgen vroeg maar eens bellen. Ja, kijk eens. Vrijdagmorgen. Hier heb ik gestaan. Wat het beste doen. Dan gaan we weer eens wat doen. Hè.
best wel een goed tentje eigenlijk. Vlak aan de snelweg. Dat is een nieuwe weg. Dus. Tja, maar we gaan wat doen, kijk eens. Ja, kijk eens. Dan moeten we even op zoek naar de benzinepomp. Dat valt er wel weer mee, kijk eens. Tankje weer vol. Dan gaan we eens een stukje doen, kijk eens. Zo. Viel weer mee. Vlak aan de Nationaal.
Ja, dat gaat niet in. Ja. Gaan we nou de andere kant van Pamplona naar de Chevrolet langs. Deze kant, kijk eens. De andere kant, die rondweg, daar zijn allemaal rotondes. Hier krijg ik een gas bij even. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, Peter. Het is geregeld. Oh, kijk eens aan. We voorgeladen, maar we gossen en verder. Oh, mooi, man. Nou, ja? Ja, is dat mooi. Dat is wel mooi, even doorrijden. Ja, dat doe ik ook wel. Anders dan ga je onderweg naar hem verder om een mooie weekend te maken. Ja, dat zou een bak wezen, hè? Ja, dat komt nog goed. Ja? Ja, dat komt nog goed. Christy doet het de opdracht naar je doormailen. Is mooi, ja. En deze gewoon ja? dan bij Coltac afkoppelen, hè? Ja, dan zal ik weer een slot kroppen in Antwerpen. Ja. Dan zal ik even kijken hoe het staat. Dan dat ik ze maar achter elkaar zet of zo, of voor elkaar. Want er staat er nog eentje, dat komt wel goed. Oké. Okay. Laat wel even weten dan hoe dat. Ja, we zijn er ook morgenmiddag pas. Ja. Oké? Ja, is goed, man. Goed, joe, bedankt. Bedankt, hoi. Oké, okay. Joe. Hoi. Nou, dat is geregeld, kijk eens. De telefoon gaat van Petro. Ze zullen een Antwerp een beetje voor me klaarzetten. En dan ben ik zaterdagavond mooi thuis. Kijk. Dat is niet verkeerd. Ja, dit was mijn oorspronkelijke plan, kijk eens. Hier had ik het weekend wilde staan, hè? Of die dag stil. Ja.
een beetje te lang werk onderweg. Dit was aardig beter uitgekomen. Nou ja. Het zonnetje komt er weer door. Een stukje kijkers. We zijn wel weer bij de grens. Druk aan de grens. Kijken wat dat dan weer is. Ja. Het is wel een beetje druk hier bij de tol, denk ik. Ja, kijk eens. Dat was dan een ritje met Harry naar het mooie, zo mooie Spanje. Ja, ik hoop dat u ervan hebt genoten. Ik het tenminste wel. Genoeg is.